On est une société multi-technologique. On travaille donc sur au plan de technologie de la filtration, de l'hydraulique, de la pneumatique, de la filtration, de la connectique, de la climatisation, de l'électromécanique. Et donc dans tous ces domaines, on est leader ou on essaie de devenir leader. De focus van ons laboratorium hier in Navel ligt op de life science business, meer bepaald op procesfiltratie. Dit is een veelijzende markt waarbij kwalitatieve oplossingen en hoogstaande producten centraal staan. Met het labo in Navel kunnen we dus verschillende onderzoeken uitvoeren voor onze klant en vooral om zijn proces te optimaliseren. Alvorens de filters te gaan testen in het effectieve proces of in een productieomgeving, is het dus beter enkele onderzoeken uit te voeren op een staal of een monster. Dit kan gaan van simpelweg water tot gecompliceerde farmaceutische vloeistoffen. Met een peristaltische pomp gaan we deze vloeistoffen dus over de verschillende filtratiestappen sturen. Tegelijkertijd wordt dan ook de drukval en de flow over deze filtratie gemeten. En aan de hand van die resultaten kunnen we de beste oplossing gaan selecteren voor onze klant. En aangezien elke applicatie volledig anders is, is dit zeker een overbodige luxe. Gebruikte filters kunnen teruggestuurd worden naar het labo en deze worden dan eerst onderworpen aan een visuele inspectie en vervolgens worden ze ook gedissecteerd. Verschillende componenten en de verschillende lagen worden uitvoerig bekeken en onderzocht. En aan de hand van die resultaten kunnen eventuele fouten worden blootgelegd in het proces en daarop kunnen dan correctieve acties worden ondernomen. Het integriteitstesten van de filter kan zowel on-site bij de klant als hier in het labo in Navel plaatsvinden. Deze testen geven een garantie dat de filters de gewenste luchtkwaliteit of vloeistofkwaliteit hebben geleverd aan het proces in die periode. En aan de hand van die resultaten kunnen we dus ook nog een verder onderzoek instellen op de filter. Door een intensieve samenwerking met onze divisie in Engeland, Parker Dominic Hunter Process, zijn de mogelijkheden om onze klanten te ondersteunen enorm. We streven er dus naar om niet enkel een leverancier van filters te zijn, maar vooral een leverancier van kwalitatieve oplossingen. Het Parker Store concept op zich is gericht op het bieden van een vakkundige ondersteuning. Eigenlijk professionele diensten met innovatieve Parker producten en oplossingen, zal ik maar zeggen, voor MRO, detailhandel, service, onderhoud, herstellingen enzovoort. En ook naar OEM toe, de eerste montagebedrijven. En dan zijn we actief op het vlak van alle soorten industriële toepassingen. Dat kan transport zijn, voedingsindustrie, chemie, petrochemie, ja, heel, heel ruim. Ja. Een Parker Store is eigenlijk een winkelconcept met balieverkoop en met voorraden die vrij toegankelijk zijn voor de klanten. En dit 24 uur per dag, 7 dagen op 7. In de Parker Store kan je ruim 5000 Parker topproducten terugvinden op het vlak van hydraulische componenten, pneumatische componenten. Dat kunnen filters zijn, dat kunnen afdichtingen zijn, hydraulische slangen, buizen, noem het maar op. En op dit moment hebben we die samengebundeld in een gloednieuwe Parker Store catalog. Die gepromoot wordt via de geëigende Parker Store kanalen. Parker Stores vind je rond alle belangrijke steden en industrieterreinen in België en Luxemburg. Wij werken daarvoor samen met onafhankelijke industriële toeleveringsbedrijven die het Parker Store concept willen implementeren. Op vandaag hebben wij een tiental Parker Stores in België en Luxemburg. Jaarlijks willen wij dat netwerk uitbreiden zonder de kwaliteit van dienstverlening uit het oog te verliezen. Kom gerust eens langs bij uw dichtstbijzijnde Parker Store, zodat wij u kunnen overtuigen van onze mogelijkheden.
ce qu'on appelle une unité linéaire en industrie. Alors elles servent à des applications de pick and place, par exemple dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile. Donc un exemple pourrait être un système de recherche automatique de médicaments. Le pharmacien tape un code dans un système automatisé, alors un bras mécanique se déploie et va chercher le médicament. Et donc le mouvement pourrait être fourni par ce genre d'unité.